DMG TV. Welkom bij de vijfde aflevering van het nieuwsoverzicht van DMG in samenwerking met Videoclub Deurne. Met deze keer onder andere het Beach Festival in Walsberg en de ontvangst van wereldkampioen Vinutsu. Maar eerst een woningbrand op dinsdag 11 juli. Aan de Torteltuin in Deurne heeft dinsdagavond brand gewoed in een woning. Een achterbuurvrouw zag rond 8:30 dat er rook uit het dak van het huis kwam en belde de brandweer. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Ze waren 30 minuten eerder weggegaan en hadden toen niets gemerkt. De vlammen sloegen al snel uit het dak en daarom schaalde de brandweer op naar code middelbrand. 2 blusvoertuigen en een hoogwerker werden opgeroepen om de brand te blussen. De oorzaak van de brand is op dit moment nog niet bekend. Op 12 juli kwam 's ochtends de regen met bakken uit de hemel. Door de hevige regenval van woensdagochtend stond de Helmondseweg in Deurne woensdagmiddag lange tijd helemaal blank. De weg was afgesloten voor verkeer, toch probeerden enkele automobilisten door de volgelopen straat te rijden. Het water op de Helmondseweg zorgde ook voor de nodige pret. Verschillende kinderen konden hun geluk niet op. Ze fietsten en speelden in het water. En 1 jongen bond zelfs een zwemband achter de fiets van een vriend om op die manier de volgelopen straat te trotseren. DMG TV. Het begon met een feestavond op zaterdag 15 juli, maar zondag 16 juli moesten ze dan toch echt aan de bak. De deelnemers aan het 21ste beachweekend in de Walsberg. Op zondag werd om 10 uur het startsein gegeven voor het beachvolleybaltoernooi. Op 8 velden speelden 40 teams met klinkende namen als de Krentenbolletjes, 2 klappen in 1 vlieg en de Beach Cruisers in totaal 132 wedstrijden. Het was mooi om te zien hoe sportief er werd gespeeld. Het was genieten om de deelnemers zo fanatiek bezig te zien. In de finale stond opnieuw het team zonder naam, maar ondanks blessureleed werd de winnaar van het toernooi heel toepasselijk toch Team 1. Aan het einde van het toernooi werden de scheidsrechters met een staande ovatie bedankt. DMG TV. In datzelfde weekend werd bij De Wieger het Tuinpadfestival gehouden. Men had een paar dingen te vieren. We hebben deze dag aangegrepen en deze middag georganiseerd. Omdat we wilden markeren dat er 2 dingen zijn gebeurd. Dat is deze tuin uitgebreid en herring. En ook dat de luiken er weer hangen. De tuin aan de achterzijde is flink uitgebreid en opgeknapt. Tevens werd stilgestaan bij het luikenproject dat nagenoeg is afgerond. Met de nieuwe luiken heeft het museumgebouw weer een fraaie uitstraling gekregen. Mede met een impuls van de Lions Club Deurne is het luikenproject van de grond gekomen. De leerlingen van Vreekwijk hebben het afgelopen jaar zo'n 55 nieuwe luiken gemaakt. De band Gypsy Mood zorgde voor de vrolijke klanken en 2 lokale cateraars zorgden voor de inwendige mens. Het Tuinpadfestival moet een jaarlijks terugkerend evenement worden. DMG TV. Zondag 23 juli was het weer tijd voor de jaarlijkse zomerrit georganiseerd door de Deurnense Oldtimer Club. Deze tocht voor oldtimers van 25 jaar en ouder kent elk jaar veel deelnemers. Om 12 uur werd het startsein gegeven en werd er begonnen aan een tocht van ongeveer 100 kilometer. Na afloop van de rit was de prijsuitreiking als vanouds bij Plein 5. DMG TV. Het was al een aantal jaren geleden, maar op 28 juli was er de terugkeer van de roemruchte wielerkoers De Nacht van de Zeilberg. Attentie, heren coureurs, de voorwagen kan gaan oprijden. Om 8:45 ging de wedstrijd van start voor de oud-beroepsrenners die in het verleden furoren hebben gemaakt in de Ronde van Frankrijk. Na een periode van rust werd 3 jaar geleden De Nacht van de Zeilberg opnieuw georganiseerd in het kader van 100 jaar Zeilberg. Voorafgaand aan de presentatie van de ex-profs trok een uitgebreide reclamekaravaan door de Zeilbergse straten. Het bedrijf Ambulance Event Service uit Vlierde zorgde voor de medische begeleiding. De terrassen bij de finish werden ondanks de lichte regenval druk bezocht. Dat De Nacht van de Zeilberg in de toekomst weer vaker zal worden georganiseerd staat al wel vast. Maar of dit een jaarlijks terugkerend evenement wordt, is nog onduidelijk. DMG TV.
In een schuur aan de Hagelkruisweg in Deurne is in de nacht van zondag op maandag 20 augustus een uitslaande brand ontstaan. De bewoner van het naastgelegen huis probeerde de brand zelf met een tuinslang te blussen, maar de brand was toen al te hevig. De schuur waar ook een auto stond geparkeerd moet als verloren worden beschouwd. DMG TV. Het gratis filmfestival voor Deurne en omstreken, De Nacht van het Witte Doek, beleefde dit jaar zijn 26e editie. Met prachtig weer werd het festival op vrijdagavond geopend met muziek. Het thema was dit jaar dan ook De Nacht Klinkt. Honderden toeschouwers keken daarna op de markt naar La La Land. Op zondagochtend was de prijsuitreiking van de Chef's Battle. Een gerecht van een drietal koks werd door een deskundige jury beoordeeld. De eerste prijs was voor restaurant De Heerlijkheid. De tweede prijs was voor souplesse. En de derde prijs was voor Beiers Groente en Fruit. Het geheel leverde ook een bijdrage op voor de organisatie Energy for All. In het cultuurcentrum was Monique Hendricks te gast bij de sneak preview van de voorstelling van de eerste Penosa-aflevering van dit seizoen. Ik hoop dat jullie net zoveel plezier hebben met kijken naar Penosa als wij hebben gehad tijdens het maken. Ik heb het nog lang volgehouden. Zondagmiddag kon heel Deurne opnieuw genieten van films, maar ook van Taste Sensation. Hiervoor hadden 20-tal koks, cateraars en foodtrucks gerechten en producten klaarstaan om te proeven. Mede door het mooie zomerweer waren er veel mensen die daar gebruik van maakten. En in Holtes Molen draaide zondagmiddag de film De Reis van het Plastic, waarin een drietal basisschoolkinderen uit Deurne onderzoeken wat er allemaal met PMD-afval gebeurt en waarom het zo belangrijk is dat je het goed sorteert. Hi, ik ben Stijn. We staan hier vandaag bij Holtes Molen voor de vertoning van onze nieuwe film. Hij heet Reis van Plastic Afval. Hi, ik ben Stijn. En welkom bij onze première. Hi, ik ben Vee en welkom bij de première van onze film. Moet je eens kijken, al dat plastic. Ja, dat is wel erg veel. Ik heb misschien een idee. Vertel. Waarom doen we het niet over plastic? Ja, dat is wel een leuk idee, ja. Hoe je het op moet ruimen en zo. De Nacht van het Witte Doek was bijzonder succesvol en werd door ruim 3500 mensen bezocht. DMG TV. De 15 dansers van de Deurnense dansgroep Vunutsu namen op zondag 27 augustus deel aan het WK Street Dance in het Schotse Glasgow. Ze werden wereldkampioen in de categorie Novice in de leeftijdsklasse onder de 18 jaar en lieten daarmee 26 teams achter zich. De leerlingen van coach Davy Denkers wachten een warm onthaal door vele fans en ouders na terugkomst op maandagavond op de markt in Deurne. Dit was de 5e aflevering van het nieuwsoverzicht van DMG en Videoclub Deurne. De volgende uitzending staat gepland voor oktober. Ik zie je heel graag dan. Tot dan! Meer DMG TV kijken? dmgdeurne.tv